Daar zie ik mezelf al lopen in mijn mantelpakje. Dat was echt de hel gewoon. En ineens kwam in mijn hoofd van nachtclubs. Met de Urban Gym Group willen we een soort van moederbedrijf worden waar heel veel toffe labels onder vallen. Van jurist op de zuidas naar ondernemer in de fitnesswereld. In deze aflevering van 7 TV: het ondernemersverhaal van June Sier. Het ja, June vaart welkom. Oh. Ja. ja, ik las het op een aantal plekken. Vroeger wilde ik altijd een dame dametje worden. Of dolfijnentemmer. Ik vond hem, ja. ik denk, daar moet ik mee openen. Ja. Want dolfijnentemmer, dat lijkt dat mij zo tof. Ja. Ja, het lijkt me echt, <laughs> dat lijkt me ja. zo leuk. Ja, het ik heb ooit namelijk een dolfijnentemmer geïnterviewd. Oh, echt? Ja, serieus. oh bestaat echt? ja, die bestaan echt. Oh, fantastisch. En die, 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 toen was ik in sluitingstijd in Harderwijk, in dolfinarium. En die tikte dan op een raampje en dan kwamen ze allemaal. Die kenden hem ook. Dat is echt een super tof vak. Ja, ik was echt helemaal fan van dolfijnen vroeger. Ja. En toen uh, ik ging dus heel vaak met mijn opa en oma inderdaad naar het dolfinarium. En toen werd het op een gegeven moment dolfijnen Temmer. Ook niet dolfijnen trainer, maar dolfijnen Temmer. Waarschijnlijk ik wist toen niet eens wat het woord Temmer betekende. Maar ja, uh, nee, ja klopt. Dat was eigenlijk mijn ambitie. Ja, of, of een deftig dametje. Deftig dametje met een hondje, ja. ja dat hondje dat is er nooit echt van gekomen. Maar, maar waar, waar kwamen die twee dingen vandaan dan? Goh, ja, dat is meer een soort van, uh, ik denk fantasieën die je hebt als je als je, als je, als je een klein meisje bent. Ja, 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 ja. Ja. Dus we gaan het hebben over met name de, de, de fitnesswereld waar je nu waanzinnig ja. aan het ondernemen bent, ja. maar toch even nadat dat brug, want het, het valt her en der al wel te lezen, maar ik vond niet zo'n snelle video-interview van je, dus tof dat je nee. er bent uh, sowieso. Ja, maar je bent leuk. begonnen op de zuidas, toch? Ja, ja, nou begonnen. Ik ik werkte tijdens mijn rechtenstudie werkte ik op een advocatenkantoor al. Daar nou deed ik voornamelijk uh, echtscheidingen. Ja, moet je ook maar willen. Ja. Nou, Goeiemarkt. Uh, ja, dat ja. wel. Ja, het is ja. fantastisch. Echt, uh, een derde was het toen die ja, ging nou, scheiden. Meer, ik weet, dus ik denk inderdaad, ja, ja. het uh, wordt alleen maar meer. Um, echtscheidingen. En toen was ik klaar met mijn studie. En ik heb mijn master gedaan. Um, privaatrecht, maar gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Want ik dacht, weet je dan. Dan, ik dacht altijd, ik wil advocaat worden. Maar toen werkte ik tijdens mijn studie op een advocatenkantoor. En toen zag ik hoe het er eigenlijk in de praktijk aan toe gaat. En dat is gewoon heel veel lezen, onderzoeken, op je kantoor zitten. En ik wilde gewoon naar de rechtbank en pleiten. Een Eerst er is zo'n film. Ja, <laughs> Legally Blind heb je. Dat ik weet niet. Ja, waarschijnlijk heb je die ooit wel eens gezien. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, dat wil ik worden. Dus daar kwam eigenlijk een beetje die ambitie vandaan. En ik leerde gewoon heel makkelijk. Dus ik heb mijn gymnasium afgemaakt. En. Ik ging eigenlijk rechten doen, maar ik dacht, ja, ik ga maar naar de universiteit. En wat doe je dan? Dan was het echt communicatie of rechten. Ja. En toen zeiden ze, um, met zo'n zo open dag, zeiden ze, nou, de helft van de rechtenstudenten haalt het eerste jaar niet. En toen dacht ik, nou, dat vind ik een leuke challenge, dan doe ik wel rechten. Nou, legally bland daarbij. En ik dacht, nou, ik word, ik word advocaat en dit wordt het helemaal. En. Um, ja, toen in de praktijk zag ik dat het helemaal niet... dat het pleiten misschien twee keer in de week was, Max. En mm. dat het voornamelijk op kantoor... En het, helemaal uh, niet van junior die net begon, waarschijnlijk. Nee, joh, nee. En ja. ook het salaris viel me ook erg tegen. <laughs> Advocaat, stagiair. Ja, daar word je ook heel blij van. Uh. Dus dacht ik, nou, dan ga ik dat niet doen. Um, en ik vond het ook... Ja, ik vond het allemaal een beetje... Zij, zeg maar vaak, de juristen waar ik dan zeg maar mee omringd was. Mm -hmm. Dus ik dacht, dan doe ik intellectueel eigendom, want dan kan ik um, meer die creatieve kant op. Dus toen ben ik ook bij een platenmaatschappij uiteindelijk, na mijn zu Zuidas-carrière. maar dat is weer een, een, een stap, uh, stap verder. Mm -hmm. Maar intellectueel eigendom, en um, toen was ik klaar met mijn rechtenstudie, en toen ben ik inderdaad op de Zuiders, dus in het WTC, gaan werken als uh, legal counsel. In het WTC ook? Ja, en dat is heel grappig, want ik ging altijd naar de vu met de tram, mm -hmm. en dan kwam ik langs het WTC en dan dacht ik, nou daar zie ik mezelf wel lopen in mijn mantelpakje, en uiteindelijk heb ik dat gedaan voor acht maanden. Dat was echt de hel gewoon. Ik vond het echt vreselijk. En wat ik is heb... dat toch dat mensen? De, wat is dan? Is het dan echt? Het kan toch niet alleen die mooie films en series zijn waardoor die ambitie wordt aangewakkerd, hè? Nee, nou, ja. ik denk een, een soort van status ja. toch. Ja, een soort, soort uh, statussymbool. En als je er eenmaal rondloopt in je mantelpakje, uh, dan, dan, dan pas zie je echt in van weet je, het gaat zo erg daarom interne profilering. En mensen die gewoon zeg maar twee jassen meenemen om er één te laten hangen. Omdat dan iedereen nog denkt dat je op kantoor bent. Maar nee, nee echt dit soort dingen. Echt dit soort dingen. The road to burn out. Ja, zeg maar. en nou precies, weet je. En, Um, ik, ik had ook altijd wel het idee daar dat ik heel erg een, een masker op had. Ja, en dat is gewoon, dat, sta, dat staat zo ver van mij af. Mm. En um, ja, dus op een gegeven moment dacht ik: Nou, dit is het echt niet voor mij. En. Uh, Eigenlijk wilde ik alleen maar op dat moment gewoon vrijheid. Want ik ging toen altijd met mijn scooter naar de Zuidas. En ik dacht echt, op iedere hoek dacht ik, ik ga nu omdraaien. Ik maak nu een linksomkeer. Maar toch, ik ben altijd echt wel een streber geweest een doorzetter. Dus ja. dat is dan ook weer niet de way to go voor mij. Um, nou, Toch volhouden. Op een gegeven moment uh, weet ik nog dat ik op een zondag zo heel dramatische scènes zat. Ik in de auto, in de regen, het regende heel hard. En ik dacht, ik moet morgen weer naar werk. En ik, 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 ik wilde gewoon niet, zeg maar, alles in mijn schreeuwen van ja. kap ermee. Ik dacht, nou, dit, ik ben echt mezelf voor de gek aan het houden. Ik ga dit gewoon niet meer doen. Want het is ook niet dat ik het morgen wel leuk ga vinden. Het is gewoon niet voor mij. En ik wilde gewoon vrijheid. Ik wilde mijn eigen tijd kunnen indelen. En het klinkt een beetje cliché, want dat is wat iedereen tegenwoordig wil, heb ik het idee. Al die jonge mensen willen of ondernemer worden of influencer. En um, toen ben ik die maandag naar kantoor gegaan en toen heb ik gelijk mijn manager toen erbij geroepen. En ik zei: Ja, dit, dit is het gewoon echt niet. Ik, uh, ik neem ontslag, en zij was eigenlijk best wel heel erg verbaasd. En toen was er zo'n last van mijn schouder. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, heel leuk, maar ik had helemaal niet gespaard of zo. Dus <laughs> ik dacht, ik moet wel ergens dan gaan bedenken wat ik ga doen. En je woont in Amsterdam? Ja, ik woon in gratis? Amsterdam. Dat ook nog was inderdaad uh, was, is niet goedkoop. Nee. Ja, maar weet je, ik heb altijd, en dat probeer ik altijd mee te geven aan jongere mensen, en ik zie mezelf helemaal niet als rolmodel of als coach of whatever, maar ik heb wel altijd echt het vertrouwen gehad in mezelf dat het altijd goed komt. Ik dop mijn eigen boontjes wel. Ik heb echt niemand nodig financieel. En ik, ik weet dat ik creatief en intelligent genoeg ben om of een andere baan aan te nemen. Ik heb natuurlijk ook mijn, mijn rechtenpapiertje, dus misschien helpt dat ook mee. Het is natuurlijk wel een. Um, het is wel pret, het is wel fijn om dat te weten. Um, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, wat wil ik dan? En ik was veel aan het trainen op dat moment. Gewoon krachttraining en groepslesjes aan het doen. En uh, eigenlijk deed ik dat al jaren. En ik deed het dus ook bij Train More. Heel grappig. Dus ik trainde daar zelf al. Onderdeel van de Urban Gym Group. Onderdeel van de Urban Gym Group, waar ja. nu Boete Clip ook ja. uh, onderdeel van is. En uh, nou, toen dacht ik. Weet je, ik ga gewoon. Uh, ik ga mijn personal training certificaat wel halen. Online. Want ik dacht. Ja. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ik kan echt wel iemand één om één trainen. Um, en toen ben ik begonnen. Nog bij twee andere jongens. Die hadden een bedrijf. Die deden vooral bootcamps in het Vondelpark. Mm -hmm. Dus ik ben daar begonnen. Dus je moet je even voorstellen. Ik ging echt van een goede baan. Met mijn hoge hakken. En mijn mantelpakje. Wat ik zeg maar had gevisualiseerd. Ging ik naar in gevoelstemperatuur min 10, in het Vondelpark, uh, mensen trainen. En ik had op het begin ook nog heel erg die behoefte om dan tegen mensen te vertellen... die dan mede met de les van, ja, maar ik ben eigenlijk niet, zeg maar. <laughs> ik ben niet alleen, ja, heel erg, maar dat zat er zo erg Omdat in bij mij. qua status was je een soort van gekelderd of zo, qua status ja, erg, van wat je hè, deed. Ja, erg, terwijl, terwijl je echt niet zo wil denken, maar dat gebeurde wel. Je ging jezelf excuseren, ja. Eigenlijk ben ik jurist. Precies. Ja, dan toch proberen dat een beetje zo in te fietsen. Van ja, nee, maar ik heb ook recht gestuurd. Dus ja, iemand maar... moet je ook eigenlijk Gast, boeit mij niet. Je moet betrekken. Ja, jezus. Ja, laat me gewoon die burpjes <laughs> doen dan kan ik weer naar huis. Ja. Maar nee, dus ik ging echt van dat. En dat was ook nog, ik heb, ben nog twee maanden gebleven, volgens mij, bij het bedrijf. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ik moet wel starten met iets. Dus ik ben een online personal training certificaat genoemd. Nooit afgemaakt trouwens. Uh, en ik ging bootcamps geven. En um, toen heb ik ook nog uh, terwijl ik dus die periode aan het afmaken was bij dat bedrijf, heb ik mezelf bij Train More <laughs> nog, dat is heel ironisch, naar binnen gebluft als personal trainer. Maar ik was helemaal geen personal trainer, maar ik dacht ja, dat is toch het is een vrij beroep. Ja, ja of shit, ah, het is een vrij beroep, maar heel veel, kijk, heel veel gyms vragen wel, um, uh, in ieder geval een bepaalde opleiding. Mm -hmm. Toen ben ik dat genoemd, toen ben ik tegelijkertijd nog part-time gewerkt bij een platenmaatschappij als legal counsel. Dat vond ik heel leuk. Daar heb ik de marketing manager van Boete Club ontmoet. Mm -hmm. Eigenlijk de creative die de branding en concepting doet. Die heb ik uh, daar leren kennen. Die deed daar ook de marketing. En um, dat vond ik waanzinnig. En tegelijkertijd um, was ik camps gaan geven in alle parken in Amsterdam. Dus dat sloeg werkelijk nergens op. Dan ging ik dus met mijn scooter... met alle matjes tussen mijn benen... en enkelgewichten in mijn buddy... ging ik op dezelfde ochtend... ging ik van het Vondelpark... naar het Park naar het Oosterpark. Terwijl ja, het is totaal niet praktisch. Maar ik dacht, dan pak ik in ieder geval... soort van iedere hoek van Amsterdam mee. Um, nou, dus dat ging ik doen. Dus ik zat dan echt zo op mijn scooter... door Amsterdam met roze matjes. En Ja, het is echt te grappig. Als ik er nu terugkijk... En ja, mijn moeder heeft ook uiteindelijk, die heeft me altijd echt wel gesupport. Want ze weet ook dat ik, um, dat ik echt wel de discipline heb, weet je wel, om door te zetten. En dat ik niet zomaar uh, de stekker uit mijn baan trek. En dan denk van, nou ja, ik weet het allemaal niet. Maar die zei wel, ja, op een gegeven moment stond je daar op een zondag in het Vondelpark mensenles te geven. Die dacht echt, wat ben je aan het doen? Ze ja. heeft het me nooit gezegd toen, maar ze dacht gewoon ja. echt achteraf, zegt zo ja. Ik kon het echt even niet plaatsen, maar je, je dochter heeft rechten gestudeerd en het is helemaal nog die generatie, is wel echt helemaal nog van Wauw, weet je wel. Maar de opa's en oma's die snappen tot op de, tot op de dag van vandaag, ze had ze mooie carrière kunnen maken. Ja, ja. ja. nou, dus, maar jij vond je het vanaf het eerste moment wel al meteen tof? Ja, ja, die groepslessen vooral hmm. vond ik echt heel leuk, gewoon meerdere mensen motiveren die energie erin kwijt kunnen. Uh, en toen ik dat voor mezelf ging doen helemaal, ik had nog niet eens een website, maar toen ben ik met een uh, fitnessplatform gaan zitten. Je hebt nu twee hele grote. Um, in Nederland, dat mm -hmm. is One Fit en Class Pass. Ja. Ik ben er met één gaan zitten en uh, ik heb gezegd: nou, ik heb geen website, maar dit is de lessen die ik doe, uh, hartstikke leuk. Die moeten jullie zeker aangebieden op je platform. <muziek>